Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar Center of Games. Vandaag gaan wij beginnen met het toernooi. Eerder op de dag hebben we natuurlijk al de loting bekendgemaakt. En hier zie je het nog. Ik speel met Heracles Almelo. En Daan die heeft de Lucky Boston, maar die heeft PSV Eindhoven. Het was wel zo. Dus dit zijn de teams. Er zijn twee teams niet gekozen. En daar wil ik nog even naar kijken welke teams niet gekozen zijn. Die wil ik nog even laten zien. Dat waren AZ en we gaan even Utrecht. Kijken. Dat zijn AZ en Utrecht. En zijn er nog meer teams niet, toch? Nee. AZ en Utrecht dus. En we gaan nu beginnen met het toernooi. En de groepsfase zei: ik zit in groep B bij Roda, Vitesse en Twente. En Daan zit in groep D. Daan D? Huh? Daan zit in groep D bij Feyenoord, PEC en Heerenveen. Ik ga nu even een waardige tegenstander van mij zeggen. Een waardige tegenstander voor mij is Feyenoord. Want die heeft dezelfde rating, maar ook in het echt. Zijn deze clubs wel aan elkaar gewaagd? Mijn tegenstanders waar ik echt moeite mee ga krijgen is waarschijnlijk Roda en Twente. Omdat die dezelfde rating hebben. Ja, maar al zou Vitesse er ook niet echt onder doen. Maar ik zou zeggen, ik denk dat Roda nog wel een klein gewoon weg is die club. Want die is, ja, sorry als je van Roda bent, maar die is niet de beste. Moeten we eerlijk zeggen. Maar ze zijn op zich wel goed. Wat ik ook even tegen Roda fan voor kijken. Zeggen als je dit kijkt van, en je bent voor Roda. Roda is een goede club. Heeft zich goed stand gehouden in de Eredivisie. Ja. En zou zeker nog eens mee kunnen doen op Europees voetbal. Ja, dat denk ik ook. Ja. We gaan even de groepen langs. De eerste groep is groep A. Waar Cambuur, Ajax, Excelsior en ADO in zitten. En dan hier zou het zijn dat ADO, Excelsior en Cambuur tegen elkaar moeilijk gaan krijgen. Maar het is wel zo dat Ajax hier de winnaar zou zijn in deze groep. Groepen hebben dus al gezegd dat zijn Twente, Roda, Vitesse en Heracles. En hier zou Vitesse de betere ploeg moeten zijn qua rating. Groep C is dan Groningen, Willem II, de Graafschap en NEC. En hier is het een beetje hetzelfde als in de pool B. Het is Groningen dat de betere rating heeft en dus hier de winnaar van de groep zou moeten zijn. En binnen de tweede graf op mijn nek, denk ik dat nek doorgaat. Wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. En in jouw pool, ik denk Heracles, maar niet alleen om gewoon de speelstijl in algemeen. Maar dat komt omdat die bestuurd wordt door iemand. En meestal zijn die ploegs, die winnen vaak van de computer. Ja, gaan we nog even naar de pool van Daan. Dat is natuurlijk Feyenoord, PEC en Heerenveen en PSV. Hier denk ik dat Feyenoord en PSV tegen elkaar gaan strijden wie de winnaar van de pool wordt. En dat PEC en Heerenveen er niet echt toe doen. En dat Feyenoord en PSV doorgaan uit deze pool. Ja, we gaan nu door en we gaan nu toernooi starten. En we doen eventjes, je moet hier eventjes een naampje neerzetten. En doen gewoon JT. En dan gaan we naartoe. En de eerste wedstrijd is voor mij. Ik moet tegen Roda JC. En let's go. Dan moet jij daar inderdaad blijven staan. Tegen Roda. Ga even naar het team. Ik ga uitleggen hoe ik mijn team maak. Ga kijken. Is Castro goal. Zou het Flederes Zomer. Twierik. En Drosten. Dan Pelu Bruns. Pelu Pessi. En Belhassani. Natuurlijk. Wat echt een beast is. Dan Gosens. Waar Darry komt te staan. We hebben Weghorst. En we hebben Navratil. En ik wil nog één ding zeggen. Wij hebben iemand in onze klas. En die is dus Weghorst is een beetje de verre familie van hem. Hij is dus gewoon familie van Wout Weghorst. Ja, Wout Weghorst. Oké, ik zit hier in mijn opstelling. Ik ga eventjes naar de instructies. Ga ik ook even uitleggen.
Mijn backs mogen altijd opkomen en hebben een normale onderschepping. Zo speel ik mijn centrale verdedigers. Blijven achter tijdens de aanval. Hebben ook een normale onderschepping. Wat ik al zei. En hier, deze komt op en heeft een normale onderschepping. Zoals ik hier ook heb. Mijn vleugelspelers die krijgen de mogen voorblijven. Die mogen naar binnen snijden. En die moeten naar de bal toekomen. Normale onderschepping. En die moeten in de 16 komen bij de voorzet. Dat is dus ook hier voor inblijf naar binnen snijden. Ondersteuning. En hier naar de 16 bij een voorzet. Naar de bal toekomen hier. Mijn spits. Die moet in het centrum blijven. Moet achter de linies kruipen en heeft een normale onderschepping. En dan moet druk zetten op de achterste lijn. Dan moet ik mijn middenveld nog doen. Die moet naar voren. Deze. Op rand 16. Normale onderschepping. En die mogen vrij spel spelen. Geldt niet voor mijn CDM. Dus mijn verdedigende middenvelder. Die moet achterblijven tijdens een aanval. Moet op de rand 16 blijven bij een voorzet. En moet normale onderscheppingen. En die moet in zijn positie blijven. En Bruns heeft hetzelfde. Die mag voorin blijven. Moet op de rand 16 blijven. Moet in zijn positie blijven. En normale onderschepping. Dan heb ik mijn spel af. En dan gaan we even naar de spelinstellingen. Kijken of het goed staat. 5 minuten. Professioneel. Voor standaardbal. En dan staat ze wel goed. Oh ja, ik moet even kijken of de sliders niet aan staan. Want die staan wel eens aan bij mij. En dat doe ik gewoon zo. Oké, dat is allemaal weer goed. En dan gaan we nu beginnen met de wedstrijd. Zag je het verschil tussen die poppetjes? Ja. Dan gaan we eerst eventjes de warming-up doen. De loppaas. Van Pepper zit daar helaas voor. Belhassani natuurlijk met Weghorst. En Weghorst kan hem nu wel koppen. En we gaan meteen op de options toetsen drukken om te spelen. Vandaag is de commentator... Daan Tevelde. Want ik moet mij concentreren op de wedstrijd en Daan gaat het verslag brengen verder van de wedstrijd zelf. Ik weet niet alle spelers, dus... Je kan daar onderin kijken zo meteen. Ja, weet ik. Maar jij bent de commentator en dan gaat de wedstrijd nu beginnen. Nou, we gaan beginnen. De bal is voor het eerst rondgepaast bij Heracles. En... Pom van Roda je 7 in de bal. Maar die is net onderschept door... De spelers van Heracles. Hij wordt nu weer ingegooid door Roda JC. Die is naar Buis gegooid. Buis paast naar de keeper. Hij wordt gewoon teruggekaatst. Dat kan. En hier Van Peppen. Weer Van Peppen. En Drost kon hem net niet. En hij wordt gegooid naar Noor alweer. Rutjes. Rutjes. Poepot aan de bal. En wat een prachtig schot. Hij schiet hem zo langs de keeper Castro heen. Oh, wat een mooie goal. Maar nu komt Heracles. Heracles die maakt mooie bewegingen naar voren. Hij heeft een kans, maar die verspeelt hij. En nu heeft Milek de bal. Weghorst zit er op, maar het is niet gelukt. Swinkels nu aan de bal. Goulion. En die probeert hem weg te schieten. Maar dan niet de goede richting in. En Navratil nu aan de bal. Hij geeft... Nee, hij kapt af. Oh, geeft de voorzet. Darry. En die kopt hem richting Poupon. Dat is niet de goede kant. Van Duin aan de bal. En zie hem rennen met zijn mooie oranje haar. Maar hij wordt onderschept door... Zelfde haarkleur als Daan. Belhassani is aan de bal. Belhassani. Bruns. Weghorst. Komt eraan. Weghorst komt eraan. Buis aan de bal. Noor. Oh ja, hoeveel wedstrijden worden er per aflevering gespeeld dan? 2.
Het zou een wedstrijd voor mij en een wedstrijd voor hem worden. Guillaume. Omdat waarschijnlijk na deze wedstrijd wordt er ook even van hem gespeeld. Milek. Dan spelen we allebei één wedstrijd per avond. Milek, allebei... Milek, oh, wat een schot. Is dat een corner? Alleen een paar meter over. Alleen dit wat een... Dat is een corner die gewoon door Castro wat onderschept. Die paas met de Wout Weghorst wat onderschept door Rutjes. En nou komt Wout Weghorst met de bal. Rutjes onderschept die bal weer. Noordpaas. Noordpaas naar Zuckhoff. En daar, die woont naar Pupon. Pasen, maar die is inderdaad onderschept door de verdediging. Pile Pessie had de bal. Die tikte hem weer uit. Darry moest hem gewoon binnenhouden. Dat kon niet gemakkelijk, maar dat deed hij niet. Dat was een mooie ingooi naar Swinkels, maar die is nu onderschept door Darry. Darry past hem naar Navratil. En de keeper zit ertussen. Ja, Derricks. Die past hem naar... Die schiet hem naar Poupon. Die past hem naar Milek. En die wordt onderschept door Zomer. Dat is een tackle. Tackle, dus niks aan de hand. Dat mag gewoon doorgaan. De ingooi naar Rutjes gaat gewoon... Wat een slechte bal van Rutjes. Hey. En het is een keeperbal. Volgens mij liet hij een rufje toen hij naar voren werd geschoten. Dat was een keeperbal. Castro schoot hem recht in de voeten van Poupon. Guillaume zit ertussen. Die past naar Noor. Noor, wat een mooie beweging. En daar is Poupon. Oh, wat een kapkans. Wat een neger was dat. En daar gaat Castro een geitje. Zo'n geitje hoor. Die paarste na drosten. Ben je een neger, voel je niet gediscrimineerd. Nee, het was gewoon een geintje. Daan is gewoon zelf een neger. Maar ja, hij wil niet toegeven. Diep van binnen. Die Swinkels aan de bal. Noor. Navarro, Navarro. Guillon was dat. Die was er bijna kwijt. Maar Van Duinen pikte die mooi op. Nou komt Zuckhoff. Zuckhoff. Oh, en die wordt onderschept door Castro. En Noor onderschept die bal naar Navratil. Wat gaat Noor nou doen? Noor is een beetje gek aan het doen. Navratil aan de bal. Wat gaat Noor nou doen? Hij is een beetje gek aan het doen. Van Peppen. Rutjes. Hey, wat? Vullen. Oh. Dat is zijn eigen speler. Ja, en dat was bijna goal. Maar dat was gewoon een cornerbal geworden. Ondertussen was het keeperbal die nu... De bal is nu bij Navratil. Noor onderschept hem daar heel mooi. En die paast hem naar... Weet ik niet. Wat de hek? Dat gaat een beetje snel. Maar Guillaume heeft hem nu. Noor heeft hem weer. En dat is een verkeerde voorzet. Want Belhassani heeft nu de bal. Bruns. Bruns. Hey! Oh, daar staat Derricks tussen. Daar staat Derricks tussen. En die paast hem naar Zuckhoff. En die paast hem naar Van Peppe. Wat een hele mooie circusbal was, maar die is in de voeten van inmiddels weer terug. Maar hij was naar Wout Weghorst gepaast. Rutjes nu aan de bal, de kale man. Oh, dat is Milek. Dat is de verkeerde. Sorry, Rutjes, als je nu zit kijken. Vast niet, hij heeft het te druk. Ja. Papieren bij Barcelona tekenen. Prank! Ongeveer. Noor. Navarone. Het gaat ver. Dat was een cornerbal. Zoeken. Jogri. Gregory. Ja. Zoeken. Dus, dat is een bal naar Noor. Noor, gek was die geen lekker? Gek je man. Sowieso een penalty. Het is rust. Het is rust, dames en heren. We gaan even pauze houden. Ze mogen... Ja, zijn nu... Ja. Dit is de pauze. Dit is de tussenstand. Mag ik... Laat maar, ik word wedstrijd overzegd. Zien. Noor gaat uit. Faik komt erin. Of Faik, hoe je het ook noemt. Faik. Faik. Hij is fake. Fake.
Milek aan de bal. Milek? Wat doet die? Swinkels. Nee. Ondertussen is Roda JC met 0-1 voor gaan staan in de eerste helft. Was dat gebeurd? Het zou wel raar zijn als dat nu in de tweede helft was gebeurd. Maar Pierre Pessie, die paste naar Wout Weghorst. Wout Weghorst. En die staat helaas buiten spel. En Swinkels paste naar Goulion. Die paste naar Rutjes. Die paste naar Goulion. Rutjes weer, dus weer Goulion. Dit is Buis. Wat een kutlief heb je dan als je Buis van de achternaam heet. Nou, maar ja, ondertussen Wout. Nou is Wout Weghorst aan de bal. Die heeft een verkeerd schot. In de benen. In de benen. Dari. Belhaas. Belhaas. Sani en zo. Die waren daar de aanval even kwijt. Nou is Van Duinen aan de bal. Wat gaat hij doen? Geef een steekpaas, maar die wordt keihard onderuit gehaald. Wat ver. Wat rood voor Zomer. Die heeft nummer 20 voetbal die keel. Ja, en fair. Die is dus een paar wedstrijden weg bij Rick Steen. Nee, dat verdien ik niet. Fijk. En die wordt heel mooi voorgegeven. Rustig. Maar het is een keeperbal. Nee, Pierre Pessie tikt hem uit. En daar is Van Duinen die in één keer een Superman punch doet. Als je dat kent. En één keer zo boekaboom. Maar ze was met z'n hoofd. Oké, dat is Pierre Pessie. Pierre Pessie past naar Bruns. Bruns heeft hem heel goed aangenomen. Ook al was het een lenige bal. Wel Hassani, Dari en Wout Weghorst. Ja! Wout Weghorst, de nummer 19. Fuck Claudia. Ze hebben net... Sorry Claudia. Ze hebben net rood gekregen. Maar... Kijk die herhaling, keel. Heracles zet door en scoort hem. Heel mooi. Bel Hassani. Kijk hoe vrij hij staat. Bam. Vol in die korte hoek. In de korte hoek. Door Wout Weghorst. Voor op de volley. Let's go. En we gaan door. Van Duinen trapt af. En die wordt ondertussen doorgepaast naar Insman. Die hebben we deze wedstrijd nog niet gezien. Nou, Goulion, Van Duinen. Is dit weer een schot? Komt de keeper? Ja, die heeft hem net binnengehouden. Castro. Navratil. Je moet ook zo maar heten. Fietsventiel. Navratil. Drost. Juric is erin voor Poupon. Bruns. Twierk. Tjurik. Jurik. Jurik. Oh! Hoe kan je die missen, keel? Wat een schele. Jurik, die moet naar de oogarts. En die bal wordt gepast naar de heer Belhassani. Dari. Dari nog steeds. Die praat naar Bruns. Swinkels, Milek, nee, Zukov. Nee, dit verdien ik wel. En Milek, Juric. Juric paste naar Van Duinen, maar die keeper onderschept hem. Castro, heel mooi. Maar ondertussen heeft Juric... De hek is dit. Dari. En Dari. Dari is aan de bal. Wat doet Dari? Dari denkt het circus voor ik het noem. Dat... Jongen, genaamd Pierre Pessie. Naar Flederis. Dari. Ik wil deze wedstrijd wel winnen, gek. Inchman. En wat doet hij? Hem voor. En geeft het is hem een... voor en het is te ver de bal. Het is een ingooi voor Roda, blijkbaar. Ja, Roda. Ik heb niet gezien dat die bal is aangeraakt. En daar is Jurik. Jurik is dit? In de rechterbovenhoek. Oeh. Wat een mooie goal. Het is ondertussen 1-2. God, staat 1-1 en Roda scoort. Dan is het inderdaad 2-1. Voor Roda. 1-2. Voor Roda, ja. En Flederis aan de bal. Flederis. Is het nou een wissel?
God, wisseldoelpuntwedstrijd. Onderbreuk maken ze een goal. En Jurik rent daar heel mooi uit. De Wierik loopt erbij weg. Gaat de keeper uitkomen? Hij doet het niet. En het is heel mooi. Jurik moet naar de ogen uit. Ja, voor mij is hij echt schil geworden. Hè? En dat is een paas naar Bel Hassani. Bruns. Nee. En dan wordt hij heel mooi onderschept door Milek. En Bel Hassani probeerde daar de bal af te pakken. Maar dat heeft Flederis nu gedaan. Bel Hassani. Dari. Oh, vieze overtreding. Dat is ook rood. Nee, dat is een gele kaart. Nee, dat is rood. Ik zei het je. Insman heeft een gele kaart. Komt dat schot. En op. Pelu Pessi, een slapschotje. En ondertussen werd Bella Hassani best wel erg gedrukt. Zoek af aan de bal ondertussen. Die paast hem naar Van Duinen. En dat is... Vrije bal voor Roda JC. Die wordt genomen door Guillon. Die paast hem naar Buis. Tewierik... Dat is een rol van... Ik heb gezegd van tevoren, hier zit Roda en Heracles heel goed aan elkaar gewaagd. Maar Roda die neemt de bovenleiding. En wat ik zei, Roda is niet zo heel goed. Nope, in dit geval heel goed. Duimpje omhoog. Van Peppe aan de bal. Van Peppe, die rent zo allemaal uit. Hij is nog super moe, maar hij kan het nogal. Fijk. En de keeper stompt hem heel ver weg. En die wordt gewoon gekopt naar Insman. Insman is ook niet schil. Het is afgelopen. Het is afgelopen, jongens. Dames en heren, dit was de wedstrijd. Het is 1-3 geworden. Rick heeft helaas verloren. Met zijn Almelo. Maar ja, die dingen die gebeuren nou eenmaal. Hij steekt hier even zijn tong uit naar die. En hij denkt van, wat een scheidclub. De hek is uit. Ik hier van lijp. Lijpe chickie. Maar het was ook niet heel eerlijk, want Rick had een rode kaart gekregen. En toen het. Kan gebeuren, hè? Dat is echt best wel. En nou is het zo dat hier de wedstrijd vandaan staat. Ja, ja. Maar... Die gaan we in de volgende aflevering spelen. Ja, we dachten eerst 2, maar anders was het een beetje te lang voor jullie. Omdat het nu al bijna 25 minuten bezig zijn. En we gaan in ieder geval de wedstrijden wat korter maken. Ja. We gaan ze maar dus, 4 minuten zetten. We zien jullie dus bij de aflevering dat PSV tegen PEC gaat. En er gaan heel veel video's achter elkaar hiervan komen. Een mooie afspeellijst gaan maken. En dan gaan op vandaag, op deze woensdag dat hij online komt, hebben we hem ook opgenomen. En dan komen er meteen, denk ik, bijna de hele groepsfase komt online. Van allebei. En dan willen jullie bedanken voor het kijken en dan zien we jullie bij de volgende video.